Ik sta vandaag in Otterlo. Kunstliefhebbers kennen het vooral van het wereldberoemde Krullemullen Museum. Maar in dit dorp, met nog geen 2500 inwoners, staat nog een museum. Een museum van heel ander formaat en met een heel specifiek verzamelgebied. Ik sta voor het Nederlands Tegelmuseum en ik heb zo een afspraak met de conservator Johan Kamermans om het te gaan hebben over een bijzondere samenwerking tussen dit museum en het Krullemullen Museum. De Vereniging Rembrandt sponsorde die samenwerking niet om een nieuwe kunstaankoop te kunnen realiseren, maar om een collectie die anders onzichtbaar zou blijven, zichtbaar te maken en met iedereen te kunnen delen. Johan, we staan hier in een prachtige, nieuw ingerichte ruimte met een collectie tegels. Een collectie die niet van het Tegelmuseum is, maar toebehoort aan het Krullemullen Museum. Bij elkaar gebracht door de oprichter van het museum, Helene Krullemuller. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om die collectie tegels hier te tonen? Het Krullemullen Museum is eigenlijk een wereldberoemd museum van de moderne kunst en de moderne klassieke kunst met schilderijen van Van Gogh, Mondriaan, Van der Lek en later. Ja. En daarin past eigenlijk niet ook de interesse, de passie van Helene voor antiek, ja, voor antieke kunst, voor de Delfts aardewerk, voor de tegels. Dus dat... En toen kwam het verzoek van jullie om die collectie van Helene Krullemullen, die tegelcollectie, hier te tonen? Dat klopt. We hebben 3 jaar geleden gevraagd van dat wij die verzameling graag eens een keertje zouden willen presenteren in ons museum. Dat het een mooie kans zou zijn om die collectie ook eens voor het voetlicht te brengen. En het is ook een mooie kans om voor ons als vrij klein museum eigenlijk de banden met onze veel grotere en beroemdere buren aan te halen. Ja. Kunst die anders niet te zien zou zijn, ja, en dan nu wel te zien in de... Ja, volgens mij de ideale context. Ja, bij het zoeken van een goede plek in het museum kwamen we eigenlijk op deze zaal uit, waarbij we bedachten, er staan 2 rijk betegelde schouwen, die zijn er al, ja, met Bijbelse voorstellingen. Ja. En aan de andere kant is een schouw die we ooit ook gekregen hebben via de vereniging Rembrandt. Nou, gekregen? Een, of, ja, met steun van de vereniging. Ja. En het idee was... Eigenlijk, dat geeft wel een heel huiselijke sfeer en de tegelcollectie van Helene past ook wel, omdat zij haar eigen woonhuis ook volhing met tegels, past het wel in het huiselijke karakter dat deze schouwen geven. Johan, de gemiddelde bezoeker weet niet waar hij of zij op moet letten bij het kijken naar een tegel. Waar let de expert op bij het verzamelen van tegels? Ja, als je vertrouwd bent met de tegel, dan kijk je naar de kwaliteit van de schildering, maar ook of het een zeldzame voorstelling is en vooral ook of de tegel gaaf bewaard is gebleven. Maar ja, of een tegel zeldzaam is, dat weet je als je er niet heel erg in thuis bent. Maar je kunt ook gewoon net als Helene kijken naar waar word je door geraakt. Ja, ja. Zoals Helene ook gewoon door tegels die incompleet waren geraakt werd en enthousiast over kon worden.